De staatsbedrijven in de luchtvaartsector hebben allemaal met identieke problemen te kampen. Dit meldt de vakcentrale C47 in een persbericht. Gisteren zijn de bonden bij de staatsbedrijven in de luchtvaartsector, te weten de bond van personeel bij de SLM, de bond van personeel bij luchthavenbeheer en de bond van personeel bij CASA's bijeen geweest om brandende kwesties van de respectieve te bespreken. Gebleken is dat zowel bij de SLM als luchthavenbeheer er uitputtend gesproken is met de directie. De bond bij CASA's is echter ondanks aandringen nog niet door hun directeur ontvangen. Bij zowel de SLM als luchthavenbeheer hebben de bonden meegedacht over de kostenbeheersing van de bedrijven. De leiding van C47 is gevraagd hun invloed aan te wenden om een structurele oplossing te vinden voor de problemen binnen de luchtvaartsector.